Liz Derks is verkoopster van het jaar 2016. De verkiezing werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door het ROC in Nijmegen. Maandag was de finale van de wedstrijd in het ROC-gebouw aan de Campusbaan. Een vakjury bekroonde Liz toen als winnares. De jury was vooral gecharmeerd van haar natuurlijke uitstraling en de oprechte aandacht die Liz had voor haar klant. Naast haar studie detailhandel werkt Liz bij de museumwinkel aan de Van Welderenstraat. Bij de winkel zijn ze niet verbaasd dat Liz de prijs heeft gekregen. Ja, dat ze uit is gekozen als beste verkoopster, daar stonden we eigenlijk niet versteld van, want ze doet het hier ook altijd heel erg goed. Dus ja, we waren er zeer blij mee en ja, blijer dan blij kunnen we niet zijn. Met 14 andere verkopers gingen we een product van je stage of van je werk mocht je dan promoten. En dan zien te verkopen en dan ging ze kijken wie de beste verkoper was. Liz liet het ons zelf weten en daarna belde ook de school nog op dat ze gewonnen had. Liz doet het heel goed omdat ze komt overtuigend over. Ze is altijd enthousiast, ze is heel behulpzaam bij de mensen. Ze laat zien dat ze verstand heeft van de artikelen die wij hier verkopen. Dus ja, ze een en al pluspunten met haar. Het was eerst één wedstrijd en dan hoorde je gewoon uiteindelijk welke vier er door waren. En dan ging je nog een keer zeg maar, de finale spelen. En dan hoorde je ja, welke plaats je was geworden. Deze wedstrijd was alleen van de school zelf. En dan deden ze gewoon bij de verkoopafdeling gingen ze kijken voor de verkopers, zeg maar, wie er mee wou doen. En ja, de klas koos mijzelf al. Mijn opdracht bij de finale was dat ik had dan een stolp uitgekozen met vlinders. En die moest ik zien te verkopen aan een klant zo goed mogelijk. En dan moest je ongeveer 7 minuten daarover doen. Over je verkoopgesprek. En ja, dan gingen ze kijken wie het best had gedaan. Rond december moeten we nog een keer een wedstrijd. En dan gaan we tegen Duitsland. Dus dan moet je tegen andere scholen, ook uit Nederland volgens mij. En ook tegen Duitsland dan. Van onze school, van onze ROC was het dit keer echt specifiek. En dan de volgende keer is het van andere scholen en Duitsland ook. De positieve bijdrage die Liz hier mee heeft gehaald, zeg maar, met het winnen van zo'n award. Dat heeft voor ons inderdaad ook wel ja, effecten. Omdat je straalt toch wat uit als winkel zijnde. Je hebt iemand aangenomen die hier werkt, die vrijwillig aanwezig is. En die maakt het gewoon beter. Hè? Ziet dingetjes die anderen misschien weer niet zien. Als straks alles de rust weer een beetje gekeerd is, dan gaan we zeker een taart halen en dan gaan we zeker vieren, ja. Dat gaan we zeker doen. Ik krijg wel sowieso zo'n certificaat, zeg maar, dat ik gewonnen heb dan. En we gaan volgende week ook met de klas uit eten, had ik ook gekregen. En ja, ik heb wel leuke dingen gekregen ook van het ROC, zeker. Het is altijd goed voor op je cv, toch? Dus ja, maar het is ook gewoon leuk. Het was leuk om een keer gewoon mee te doen. En ja, met deze producten vind ik het prima om mee te doen. Ja, ik vind het zo leuk om te verkopen, omdat ik de producten zo leuk vind. En ja, daardoor blijft het elke keer interessant en daardoor blijft het leuk, blijf je leren ook.